Een delegatie van het Drugsoverleg Suriname-Nederland heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. De delegatie van Suriname staat onder leiding van procureur-generaal Roy Bainaj van Dijk en de Nederlandse onder leiding van Esther van Dijk, waarnemend directeur van de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding in Nederland. Het jaarlijkse drugsoverleg heeft op 8 en 9 oktober in Suriname plaatsgevonden. Het doel van dit overleg is het tegenhouden van drugsuitvoer uit Suriname. Samenwerking bestaat niet alleen uit technische assistentie, maar ook uit het trainen van het personeel op de luchthaven en ondersteuning in materiaal. Minister Getrouw is blij met de nauwe samenwerking en geeft aan dat de relatie gecontinueerd zal worden. Volgens PG Bainaj zijn er tijdens het overleg 10 besluiten genomen die in een document zijn vastgelegd. Onder toeziend oog van de justitieminister hebben de delegatieleiders het document ondertekend. Getrouw beloofde zijn volledige ondersteuning aan het Openbaar Ministerie en de operationele diensten en gaf verder aan dat er onder supervisie van de PG de punten zullen worden gerealiseerd.